Enkel voor wie producten exporteert van dierlijke, plantaardige of niet-EU-oorsprong worden extra controles verwacht. En uiteraard geldt dit ook voor accijnsgoederen. Nu, de douane kan natuurlijk enkel uw goederen laten passeren indien de documenten in orde zijn. Om knelpunten in de havens te vermijden, laat de Belgische douane toe dat u de documenten digitaal ingeeft vanuit uw eigen goedgekeurde laadplaats. En de Britse douane laat toe dat u die deels voordien en nadien digitaal gaat ingeven.